Ik ga me vandaag eens even helemaal vol stoppen met vet eten. Want we zijn bij het Frituurfestival op het Suikerterrein. Nou, ik ben dus echt een ontzettende sukkel voor de frikandel speciaal. Dat is ongeveer het lekkerste wat er is ter wereld. En ik hoor dat die hier ver lekker is, dus ik wil sowieso eigenlijk wel een eentje hebben. Ik zie je net een frikandelletje opmaken, maar naar mijn mening, frikandel speciaal moet altijd een sneetje in. Ja, dat snap ik wel dat je dat doet, maar weet je wat het is met onze frikandel? Als we daar een sneetje in doen, nou, dan gaan we frituren, dan droogt onze frikandel heel erg uit. En dat is wel echt zonde, zeker omdat het gewoon kwaliteitsvlees is. Het idee van een frikandel speciaal is dat je hem zeg maar, als je wil, aan je mond kan zetten, dat je hem zo in één keer naar binnen kan zetten. Als een haringje, gewoon, ja, die snap ik wel, ja. Nou ja, bij ons, ja, je moet wel een beetje lepelen, een beetje scheppen inderdaad, ja, nou, goed. Dit is dus een beetje een probleem. Kijk, ik ben links en de... Ja, heen. Ja, de kartelrand zit, zit aan de rechterkant. Oh, zo. En ik heb ook nog eens de motoriek van een goudvis. Waarom niet gewoon een normale kroket of frikandel, maar hier deze dingen? Deze dingen? Kroketten, hoeveel heb ik er al van verslonden? Al duizenden. Dus je wil een keer wat anders, ja. Dus dan kom je hierheen. Ik praat hier met een gastronomisch expert. Ja, ik denk niet dat je veel gastronomisch experts tegenkomt op een frituurfestival. Nee. Wat voor experts kom ik dan wel tegen? Frituurexperts, snackbar-veteranen. Dat is wat je tegenkomt, denk ik. U bent Mr. Cheeseball? Jazeker. Dat is wel een eervolle bijnaam. Hoe komt u eraan? Ikke. Dat is 25 jaar dat ik al een geheimrecept. Moet me volle mond praten, dat mag eigenlijk helemaal niet, hè? Voordat ik eraan begin, wat is het precies? Het is een kaas gehakt. Ja, je moet het even proeven. Het is een soort gehakt met kaas en brood. En dus een geheim ingrediënt? Dus een geheim ingrediënt erbij, ja. Nou, ik ga hem proberen. Dat is toch niet te doen zo? Hoe kan je hand vreten, gek? Ja, jij doet er een stokje bij. Ja. Er zit dus iets in. Wat geheim is. Maar ik kan het niet thuis brengen, nee. Ik zou het niet weten. Jullie zijn de organisators. Kunnen jullie vertellen waar komt dit idee vandaan? De Bruine Fruitschool ben ik begonnen als een snack-innovatorbedrijf. En daar is een afstudeerproject uitgerold. Het Frituurfestival. Omdat ik een foodfestival wil organiseren met alleen maar frituren. En ook laten zien wat er eigenlijk meer is dan een frikandel en een kroketje en standaard snackjes. Want je bent zelf wel fan van de frituursnack, zeg maar. Dat klopt. Vooral van een kroket. Dit is de bolo-schijf. Oh, shit. Dat is heel heet. Wat is het? Nou, dit is... Het is alsof je een gefrituurde spaghetti bolognese eet. En ik vind het fucking lekker. Ik vind het echt lekker. Heerlijk. Get yourself an egg and beat it. Have some more chicken, have some more pie. It doesn't matter if it's boiled or fried. Just eat it, just eat it, just eat it, just eat it. Oh! Your table manners are a crying shame. You're playing with your food, this ain't some kind of game. Now if you start to death, you'll just have yourself a... And this is the... Sambal kaas kroket. Oh, nee. Carbonara. 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 Oké. Okay. Dankjewel. Nou, deze doe ik eerst eventjes een hapje van. Hij is heet. Hij is ook gewoon lekker. Ja, kan er niks aan doen. Van alles lekker. Wat zit erin? Spek en parmezaanse kaas. Oh. Het beeld van frituur is dat je er heel dik van wordt. Waarom doe je dan toch zo'n festival? Ja, om te genieten van het leven. Hoe doe je het? Zoveel vet vreten en toch nog een beetje er gezond uitzien? Gebalanceerde levensstijl. Dus s'avonds een kroketje, dat betekent 's ochtends geen kroketje? Nee, maar soms wel. Op zondag bijvoorbeeld. Zondagochtend? Ja, dat is wel lekker een kroketje in de ochtend. Je komt helemaal uit Emmen, uit Drenthe. Ja. Uit de krochten van Drenthe kom je hierheen. Ja, zoveel passie heb ik voor frituur. En voor bier. Maar ik wil niet... Je ziet er niet echt uit alsof je elke dag frituurt. Ja, maar dat doe ik wel. Echt waar? Ja, ik zeg altijd, je ziet er fit uit, maar je bent niet fit. Dat is heel wat anders namelijk. Leg uit.
De vet uitzien is niet zo moeilijk. Maar vet zijn is wel moeilijk. Dus ik kies voor de vet uitzien, maar niet vet zijn. Je bent niet fit? Nee. Maar ik zie er wel fit. Wat schort eraan dan? Nou, als ik 10 meter moet hardlopen, dan kun je mij gewoon opvegen. Dan ben ik weg. En zoals je een garnalenkroketje in België eet, zo eet je dit stukje gefrituurde gans. Dan heb ik hier nog een. Die is dus met lintenui, chili, sesam. Ja, een mooi, maak maar een mooi plaatje van. Ziet er schitterend uit. Dit is echt het laatste wat ik ga eten vandaag, want anders dan ontplof ik. Een beetje lullig voor de anderen, maar dit is echt het lekkerste wat ik tot nu toe gehad heb.